In deze video ga ik jou laten zien hoe je een hoog boord maakt die mooi plat op je lijf ligt. Dat noemen ze een boord op vorm. Ik ga ervan uit dat je weet hoe je een boordje aan moet stikken en dat je ook bekend bent met het anti-lubberende boordenbeleid. En zo niet, dan kun je die video eventjes bekijken over het anti-lubberende boordenbeleid en in de online naaicursus Randjes afwerken leg ik jou helemaal precies uit hoe je boordjes gebruikt om een kledingstuk af te werken, of biesjes of andere soorten zomen. Hartstikke handig. Maar in deze video ga ik jou dus een heel specifiek soort boordje uitleggen. En dat is een boordje die vrij hoog is. En als je een leuke boordstof hebt, met in dit geval streepjes bijvoorbeeld, en graag wil dat dat mooi in beeld is, dat het goed hoog is, maar niet wil dat het rechtop staat, zoals een kolletje, dan zou ik even verder kijken. Zoals ik zei, het is een hele speciale techniek en die is helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Maar je moet eventjes weten wat je aan het doen bent en dat ga ik jou dus nu laten zien. Ik heb hier een voorpand en een achterpand van een shirt. Wat ik trouwens zelf nu aan heb is een trui gemaakt met het patroon uit de online cursus Naai een shirt. En daar leg ik ook uit hoe je de hals wat lager maakt. En dat ga ik nu bij dit patroon ook doen om ervoor te zorgen dat er dus ruimte is voor zo'n hoge boord. Ik heb een voorpand en een achterpand en ik begin even bij dat achterpand. En wat ik graag wil is in eerste instantie die hals dus een beetje uitdiepen. Dat noemen ze zo als je dat dieper maakt. Ik wil graag dat die bij mijn schouders ietsje smaller wordt. Dus hier haal ik er 3 centimeter vanaf. En hier aan de voorkant niet al te veel. 2. Dus dan begin ik daar met een haakse lijn. En nu ga ik zo een beetje uit de losse pols hier een bochtje tekenen. Dat wordt de nieuwe halslijn. Dus hier ga ik straks die boord aan vaststikken. En dan doe ik hetzelfde bij het achterpand. Ook weer 3 eraf bij de schouder. En aan de achterkant wil ik hem niet zo heel erg veel lager. Dus daar ga ik voor 1. En zoals je ziet teken ik dat eerste stukje haaks op de middenachter. Want anders krijg ik aan de achterkant een V'tje naar beneden of een V'tje omhoog. Als ik dat niet mooi recht teken. Dus nu gaan we hier weer een nieuwe lijn tekenen. Komt niet helemaal goed uit. Ietsje lager is ook goed, want er komt toch nog een hoge boord op. Zo heb ik mijn 2 patroondelen voorbereid met een uitgediepte hals. Ik wil graag een boordje dat 2,5 centimeter hoog is. Daarvoor gaan we, om het straks het rekenen iets makkelijker te maken, ga ik boven die nieuwe halslijn, dus die uitgediepte rode lijn hier, ga ik een lijn tekenen die dezelfde vorm heeft, maar dan op 2,5 centimeter ervan af. Zo, ik teken hem ook hier in de naadwaarde, maar dat is in principe niet nodig. Het is vooral deze bocht die ik nodig heb voor het uitmeten van de vorm van ons boordje. Hier aan de voorkant doe ik dat ook. Dus 2,5 centimeter. En die oorspronkelijke halslijn, dus dat zwarte lijntje hier op je patroon, dat mag je gewoon negeren. Op sommige stukken komt die overeen, op andere niet. Maar dat is nu niet zo belangrijk. Goed. Dan gaan we nu die lijnen opmeten. Ik heb nu een buitenbocht, dus die rode lijn noem ik dan de buitenbocht. En dat is de lijn die je aan je trui stikt. Dat is de grote cirkel. En we hebben een kleine cirkel, dat is de blauwe lijn, die noemen we de binnenbocht. Nou heb ik natuurlijk maar een halve buitenbocht hier. Dus de buitenbocht aan de voorkant moeten we nog even keer 2 doen. Dus die 21 keer 2 is natuurlijk 42 centimeter. En hier bij het achterpand is de buitenbocht 2 keer 15 is 30 centimeter. We gaan namelijk straks 2 verschillende patroondelen maken. Eentje voor het achterpand en eentje voor het voorpand. Hetzelfde doen we eventjes met de binnenbocht. Dus de binnenbocht voor is 2 keer 17 en een half is natuurlijk 35. Ik ben niet altijd even goed in het hoofdrekenen, terwijl ik ook tegen jou aan het praten ben. Dus misschien dat ik straks ergens in het rekenen een foutje maak. Maar dat is hopelijk niet erg. Het geldt om het principe.
11,5 keer 2 is 23. Goed. Leg ik deze even aan de kant. Ik zorg ervoor dat ik mijn rekenmachientje, waar ben je? Ja, mijn rekenmachientje paraat heb. En een lange liniaal. Nu gaan we de twee patroondelen voor de boordjes tekenen. Om te beginnen. Ik heb hier dus een buitenbocht van 42 centimeter. 42 centimeter. En die doen we een keer 0,75. Want ik heb mijn boordstof hier. En dat is een beetje een slappige boordstof. Hij was ooit steviger, vermoed ik, maar hij ligt al een tijdje. Dus op een gegeven moment vergaat dat elastiek een beetje wat erin zit. En in het filmpje over het anti-lubberende bordenbeleid vertel ik daar meer over, hè, over de verschillende percentages. Maar voor deze heb ik dus 75% nodig. Dus doe ik 42 keer 0,75 is 31,5. Dan teken ik een lijn van 31,5 centimeter. Daar. En die mag je aan de uiteinden even recht tekenen. Daar gaan we straks nog iets mee doen, hè, maar nu maak je het jezelf even makkelijk. Zo. Zoals ik zei, wil ik graag dat mijn boord 2,5 centimeter hoog wordt. Dus nu trek ik een lijn op 2,5 centimeter vanaf die bovenkant. En dan doe ik door middel van stippels of streepjes, want dat wordt namelijk de vouwlijn. Daaronder teken ik weer een lijn op 2,5 centimeter. Oftewel, dat hele boordje wordt natuurlijk 5 hoog. Want je weet het, hè? De gewenste hoogte van de boord keer 2. Want je vouwt hem dubbel. Zo. Dus dit wordt dan de onderkant. Dit kun je overigens ook doen met een stukje boordstof dat niet dubbel gevouwen wordt. Je hebt dan die rolletjes van Alpstoffen bijvoorbeeld, met die geinige streepjes erin. Die kun je hiervoor ook gebruiken. Het nadeel is een beetje dat je dat met die enkele lagen stof, je die boordjes niet zo, de naadjes van die boordjes niet zo netjes kunt afwerken. Want je vouwt ze niet naar binnen. Dus dan heb je altijd die naadjes zo loshangen. Dan kun je wel doorstikken, maar ik vind het altijd een beetje een gedoe. Bovendien vind ik de rekbaarheid van die stuk boordstof op rol, maar van matige kwaliteit. Ik zie hier vaak in de studio dat projectjes daarmee toch een beetje flodderig worden, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus het liefst doe je dit met een stuk boordstof dat je daadwerkelijk dubbel moet vouwen. Goed, op deze lijn, die is ook 31,5 centimeter, daar gaan we nog wat van afhalen. Want hier ga ik op uittekenen 75% van de, moet ik even goed kijken, van de blauwe lijn, dus dat is de binnenbocht. Dus daarvan, dat was 35 keer 0,75, hebben we maar 26,3 nodig. Nou haal ik die 26,3 even van die 31,5 af. Dus 31,5 min 26,3 is 5,2. En dat deel ik door 2, want ik ga het aan beide kanten korter maken. Dus 5,2 gedeeld door 2 is 2,6. Dus dat betekent dat ik hier op die stippellijn, op die vouwlijn, aan beide kanten 2,6 centimeter af ga halen. Dus ik zet hier een streep of een punt. En die verbind ik vervolgens met die hoek. En daar ook. En hier ook weer 2,6 van de kant af. Zo. En die verbind ik met die hoeken. Dus wat ik nu heb, en je kunt het je misschien wel voorstellen, dat stukje stof dat gaat pakjes zo dubbel gevouwen worden. Dit is de buitenbocht en die is langer dan de binnenbocht. Snap je nog? Nou moet hier naadwaarde omheen. Dat kan je doen direct op je stof, maar zoals ik dat altijd doe met mijn lineaal, dat werkt ook fijn. En dat is 1 centimeter of 1,5 wat jij wil. Ik heb hier aan de hals van dit patroon, dus van het pand zelf, geen naadwaarde getekend. Dat doe ik eigenlijk meestal niet. Bij kinderkleding sowieso niet, want dan wordt die bord vaak een beetje te hoog. Maar hier bij dameskleding
Maar dat is dan toch sowieso een beetje variabel. Maar doe vooral wat jij fijn vindt daarin. Ik doe het niet. Maar dat is geen must. Hier heb ik wel naadwaarde nodig. Want anders hou ik natuurlijk nooit die 1 centimeter over. En die teken je er zo omheen. Dus we hebben nu een boordje voor de voorkant. Met een toch wel een vreemde vorm. Maar dat zorgt er straks wel voor dat het helemaal niet vreemd om je hals zit. Maar juist heel mooi. Dit ga ik hetzelfde doen voor de achterkant. Deze kan ik vast even uitknippen of snijden. Dan gaat mijn sommetje. Zo, daar even een beetje bij snijden. En dan ga ik hetzelfde doen voor de achterkant. Deze som aan de kant. En we beginnen weer hier. Nu doe ik het een beetje sneller. De buitenbocht moet zijn 30 keer 0,75. Is 22,5. Bij de uiteinden even een rechte hulplijn. Zo. In totaal moet die zijn 5 centimeter. Dan zet ik op 2,5 die stippellijn. Dus dat is de binnenbocht. En die is 23 keer 0,75. Is 17,3. Dan haal ik die 17,3 weer van die 22,5 af. En hey, toevallig is dat ook 5,2. Dat is natuurlijk niet toevallig, want het is dezelfde binnenbocht en dezelfde buitenbocht. Dus die 2,6 weer daar. Daar. Naadwaarde er omheen. En ik werk nu met een stift, zodat jij het hopelijk goed kunt zien. Maar normaal doe ik dit met potlood, want dan krijg je wat preciezere patroondelen. Die zijn wat... Het potloodlijntje is natuurlijk iets minder vet dan die stiftlijn. Dit is aan zich al 2 mm. Dus ik heb hier nu een patroondeel voor en eentje voor achter. En die kun je nu uit de stof halen. En dat mag dus enkel. Dus jij hebt een enkele lap stof nodig. En daar leg je ze zo op. Eerst maar eens even die. En meestal als ik een recht boordje uit de stof haal, dan doe ik dat met mijn liniaal en mijn rolmes. En niet eens met een stuk patroonpapier. Omdat je, zoals je hier al ziet, dat patroonpapier best lastig op boordstof gespeld krijgt. Het wordt altijd een heel, ja, hobbelig verhaal. Nou, kom, andere speld. Maar met deze speciale vorm ontkomen we daar helemaal niet aan. Ik oefen dit niet zo vaak, zoals je misschien ziet. Ik krijg die spelden gewoon niet zo heel goed door die boordstof heen. Zo dan. Snijd ik dat uit.
Zo, nou gaan we achter de naaimachine zitten. Dus wat jij mag doen, is de twee stukken boordstof met de goede kanten op elkaar. En bij boordstof is dat soms heel lastig te zien hoor. Dan is de ene kant net wat gladder dan de andere kant. En meestal is die gladde kant de achterkant. Maar als jij die gladde kant mooier vindt, dan zorg je er natuurlijk voor dat die gladde kant jouw voorkant wordt. Dan gaan we die stukken boordstof op elkaar stikken. Deze boordstof spelt überhaupt heel lastig. Mijn speldjes willen er niet zo heel graag doorheen. Zo. En ik had natuurlijk 1 centimeter naadwaarde. Dus wat ik ga doen is, ik ga deze hoek stikken op 1 centimeter, zo. En de bocht om die kant op. En dan doe ik aan deze kant ook. Dat is vastgestikt op 1 centimeter afstand aan beide kanten. Dat doe ik overigens gewoon met een rechte steek. Je kunt het ook met een stretchsteek doen. Maar dan, mijn ervaring is dan dat het aan de buitenkant niet zo mooi strak is. Dan zie je zo die hapjes van die stretchsteek zitten. Daar ben ik nooit zo'n fan van. Dus gewoon een rechte steek. En wat je dan doet, is met een scherp schaartje in dat puntje knippen tot bijna aan je stiksel. Niet er doorheen natuurlijk. Kun je gewoon herstellen hoor. Dan stik je er gewoon vlak naast nog een keer langs. Maar probeer dat te voorkomen door... Oh, ik dacht dat doe ik even in 1 keer. Helaas, 2 laagjes. Knipjes te geven. Tot aan dat stiksel. Een schaartje dat zo dat laatste eindje lekker meeknipt, is heel veel waard. Deze is een keertje gevallen, denk ik. Als je zo'n schaartje hebt, moet je er dus zuinig op zijn. Zo. Een knipje. En vervolgens ga je naar je strijkbout, naar je strijkplank, en je strijkt die naadjes mooi open. Zo. Als je dat knipje niet geeft, kun je het ook niet mooi openstrijken. Daar kom je vanzelf achter. En vervolgens vouw je hem dubbel en strijk je dat ook mooi plat. Dus die geknipte randjes op elkaar en hier die vouwlijn. En dat, als je dat strijkt, maak je er een mooi pakketje van. En dan, dat maakt het naaien makkelijker en het eindproces dus mooier. Gestreken en al, 1 strak pakketje boord op vorm die klaar is om aan je trui van je shirt gestikt te worden. Viel eigenlijk best wel mee, toch? Als je eenmaal weet wat je aan het doen bent, dus met die binnenbocht en die buitenbocht tekenen, opmeten en dan die boordjes op vorm maken, krijg je zo'n leuk ding. En daarmee zorg je er dus voor dat je je trui afwerkt met een platliggende boord en niet eentje die rechtop staat, zoals een kolletje. Tenzij je dat wil natuurlijk, dan moet je dat doen. Hey, als jij het leuk vindt om nog meer te leren over boordjes en biesjes en andere soorten randjes afwerken, dan nodig ik jou van harte uit om de online naaicursus Alles over randjes afwerken te gaan volgen. Lijkt het je leuk om een mooie trui te naaien, zoals deze, dan kun je de online naaicursus Naai een shirt doen. En daarin leg ik je uit hoe je bijvoorbeeld zo'n leuke rimpelmouw eraan maakt aan het basispatroon. Dit is mijn verhaal over een bord op vorm. En als jij het leuk vindt om nog meer verhalen van mij te horen over naaigerelateerde dingen, dan zou ik zeggen, schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.studiodotter.nl. Of abonneer je op dit YouTube-kanaal, dan krijg je een berichtje als er weer een nieuwe video gepost wordt. Doei!